We zijn te gast bij de KBO van Stijn. In de Groos, waar ze de Vergeet Me Niet dagen organiseren. Dat wil zeggen, de eerste dag is al georganiseerd op 21 juli jongstleden. En vandaag, 4 augustus, hebben ze de tweede dag. En de dag, die bestemd is voor jullie die alleen zijn. Die kunnen genieten van een heerlijk dinertje en een lekkere bak koffie met een stukje vlaai. Dat wordt opgeluisterd door een orkest en vanmiddag komt Wim Stine nog zingen. Veel kijkplezier! Dames en heren, allemaal van harte welkom vandaag, zondag 4 augustus, op de tweede bijeenkomst van onze Vergeet Me Niet Dag, de dag voor eenzaamheid. U gaat zo dadelijk genieten van een tweegangenmaaltijd en wij hebben alleen maar de wens dat u vandaag een hele gezellige, een hele fijne middag, maar ook een heel smakelijk eten gaat hebben. Ik dank u wel. Ik sta nu met Herman Stijn, de voorzitter en oprichter van KBO Stijn. Herman, wat mooi dat je dit doet. Ja, we hebben een hele tijd geleden hebben we gesproken om het te gaan doen in de zomermaanden voor de ouderen van gemeente Stijn. Want we verenigen eigenlijk over de hele gemeente heen. En in verband met eenzaamheidsprojecten, waar heel veel over gesproken wordt, maar waar we nog niet zijn dat er heel veel aan gedaan wordt. En we hebben gedacht, nou laten we dit in de zomermaanden, op dat moment, wanneer kinderen, kleinkinderen met vakantie gaan, laten we dat dan ter hand pakken. En we hebben daar ook een themanaam aangegeven. En op een goeie nacht word ik wakker en toen dacht ik, vergeet mij nietje. En toen dacht ik, nou vergeet me nietjesdag. Dit is de tweede dag, hè, 4 augustus. De eerste wordt 21 juli. 21 juli, de eerste keer, waren we met ruim 90 mensen aanwezig. Vandaag zijn we meer dan 100, iets van 115, 116 mensen zijn aanwezig. Maar dit is ook, zoals je al zegt, de Vergeet Me Niet dagen. Het is echt bewust voor de Lucas die alleen zijn. Mensen die alleen zijn, maar vooral ook die zich eenzaam voelen. Mensen die elke dag alleen eten. We merken dat bij de eetcafés met name dat het sociale contact heel erg belangrijk is. En vooral tijdens de maaltijd. Als ze alleen elke dag moesten eten, is dat ook niet altijd zo gezellig. Sterker nog, we kregen berichten dat mensen soms maar 2 tot 3 keer in de week warm eten. Dan is dit een geweldig initiatief. Deze dag wordt ook nog, deze middag wordt ook nog opgeloesterd door muziek. Ja. We hebben zo dadelijk duo Fraai, Frans Gommers met zijn dochter, die komen muziek maken. We hebben Wim Jansen van de Stichting Erfgoed Stijn, die nog oude foto's kunt laten zien aan de mensen. Tegen de klok van 3:30, Wim Stijn, die dan ook een 30 minuten keer een aantal bekende nummers kunt horen brengen. Zit er een bepaalde leeftijd aan om deel te mogen nemen aan die KBO, om daar lid van te mogen werken? Ja, en dat is vrij laag, dat is 50 jaar. Oh, dan zou ik me dus lid kunnen maken. Nou, als ze vandaag lid wordt, krijg je nog een presentje van me. Nou, in elk geval, je doet ontzettend veel goed werk voor alle die luie, de ouderen in Stijn, de 50-plussers. Dus is er nog iets wat je wilt meegeven aan de kikkers? Nou, ik zou de kikkers willen oproepen om zich een schoot te vergewissen of ze niet lid willen worden. Zo wens ze nog niet lid zijn van KBO Groot Stijn. Om dan toch een lidmaatschap aan te willen gaan. Het kost €22,50 voor het hele jaar. Ze krijgen daar 10 keer per jaar voor een boekje. En ze bepalen zelf aan welke activiteiten ze met doen. Ook de jonge ouderen, die zijn daarbij uitgenodigd. Nou, dat is een mooie oproep. En ik zou zeggen, geniet nog van deze geweldige middag. Fijn, dank u wel. Ik zit hier bij een tweetal gasten hier op de Vergeet Me Niet dag van 4 augustus. Je hebt zus gegeten, wie wordt het eten? Lekker. Als ik zelf niet hoef te koken, vind ik alles weer lekker.
Ja, dat is ook zo. Ja, ja, en nu gaat het ook goed smaak. Alsjeblieft, smaakt het goed. En dan, dan dadelijk nog een bak koffie met een stuk vlaai, geloof ik. Ja, lekker. Ik mag Ria tegen u zeggen. Hè. Ria, wie vind je dat hier bij de KBO? Geweldig. Daar heb ik hem leren kennen, dus 10 jaar geleden. En daar hebben ze ons nog voor de gekkigheid getrouwd. En zo gaat het allemaal. En daar hebben we later nog Piet van Tilly, dat was ons kindje, op vakantie ook geduipt. Communie laten doen, van alles. Helemaal leuke dingen. Ja, ja. We doen dan alles mee. Wat staat nog op het programma vandaag? Wat gaat je nog doen met de KBO? Ja, we gaan iedere week koersballen. Vakantie. En nog iedere wat moeten doen is. We gaan overal door, vooral met. Dus. Ja. We zijn echt lid. Zou zeggen, geniet nog van dit schone stuk. De zware muziek en dadelijk de foto's en strak van Wim Stine. Ja, dat moet ik hebben nog, want dat heb ik nodig vandaag. Oké, okay. Nou zeg ik nog een zware middag. Bedankt, hoi. Baby, do that to me once again.